Dag Dirk-Bos. Welkom in Taxi Flash. Dankjewel, gewist. Fijn dat je de tijd hebt om mee te rijden. Ja, amai. Jij bent net geland. Ja, net geland. Een half uurtje geleden. Op 's avonds heb ik, ik heb gisteren nog gedirigeerd in Liverpool met Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Voilà. Meestal combineer ik dirigeren met componeren. Dus dat zit, die dagen zitten ongelooflijk vol. Ik reis nu met 2-3 valiezen. En elke valies heeft een bepaalde inhoud die correspondeert met een bepaald project. Meer dan nu? Ja. Jij neemt de taxi al wel eens dan? Ja, altijd. Ja, altijd. Ja, ik probeer zo weinig mogelijk met de auto te rijden. Het schijnt dat ik een slecht chauffeur ben, wat misschien wel klopt. Een gevaar voor de anderen, blijkbaar. Okay. Dat ik een beetje roekeloos ben. Maar ik rijd niet graag. Ja. Behalve één keer in mijn leven heb ik graag gereden toen ik ook in het bezit was van een Saab 900. Ook zo'n wagen als deze? Ja. Hoe lang heb je hem gehad? En ik heb er zeer lang mee gereden. Ik heb er helaas 2 per totaals mee gehad. Hoe is het om er terug in te zitten, Dirk? Ja, nostalgie. Hè. Ik vind het pure nostalgie. Maar in vergelijking met alle andere kutauto's waar ik mee gereden heb, dat was een enige auto die baanvast was, waar je het gevoel had van, ja, ik rijd met die auto, die zweeft over de weg. Ja, ik vond het een geweldige auto. Dirk, wat heb je met Brussel? Goh, wat heb ik met Brussel? In Brussel is een beetje mijn dirigentencarrière begonnen trouwens. Ik zie hier dat we aan het conservatorium zijn, waar ik ook een paar jaar heb gestudeerd. Trouwens, letterlijk hier, de klas van mijn prof was hier op de eerste verdieping, waar de verf van de ramen springt. En goed dat er nog ramen in zitten. Is er iets waar je spijt van hebt tot nu toe? Ja, absoluut. Ja, er zijn bepaalde dingen waar ik spijt van heb. Toen ik ingangsexamen deed in het conservatorium, toen ik 17 was, kon ik kiezen tussen 2 instrumenten. Piano of trompet. Ik heb toen voor trompet gekozen. En met al mijn liefde voor de trompet in mijn hart, ik had beter piano gekozen. Ik zo meteen repetitie voor de World Soundtrack Awards. Blijft dat nog spannend voor jou? Ja, het blijft heel spannend. Heel spannend om velerlei redenen. Het is emotioneel spannend omdat ik toch aan de wieg stond van het begin van de WSA. En vooral dit jaar, we hebben David Shire, die een absoluut Hollywood monument is. Maar we hebben ook Terrence Blanchard, die de muziek heeft geschreven voor bijna alle Spike Lee films. Moet je je daar nu voor opladen voor deze repetitie? Altijd. Yeah. Ik laat me daar altijd voor op en ik ben altijd nerveus. Ik ben nog altijd nerveus. Ook al kom ik voor de zoveelste keer in Flagey, werk ik voor de zoveelste keer met de leden van de Brussels Philharmonic. Ik ben nog altijd even verwonderd dat ik voor die groep mag staan. En als ik met mijn armen beweeg, dat daar ook nog eens geluid uitkomt. En dat ik dat geluid ook nog eens mag kneden en mag manipuleren. Ik ben nog altijd verwonderd dat ik dat mag doen. Dirk, heel erg bedankt voor de fijne babbel en geniet van de repetitie. Ja, doe ik. Ciao. Here we go. En met veel spijt in het hart zal ik deze Saab 900 pure nostalgie moeten verlaten. Bye. Geniet ervan, Dirk.